Deze maand in Lansingerland in zicht. Burgervader Ewald van Vliet geroemd tijdens sober afscheid. Netwerken tijdens het welzijnsontbijt in Bleiswijk. In de Lansingerlandgenoot Berkels zangtalent Iris de Schepper. En we beginnen deze aflevering met Sneeuw op de Berg en met Glans van de Schans. De Nederlandse skivereniging en outdoor ski racing organiseerden op de skiberg in Bergse Hoek het nationale kampioenschap slalommen. Voor Lansingerland kwamen er maar liefst 4 vrouwelijke deelnemers uit. Nastasia Lagrange, jij doet mee onder de junioren. Hoe oud ben je? Ik ben 16 jaar oud. En hoe lang ski jij al? Sinds ik 2,5 ben ik eigenlijk gaan skiën. En ik ski sinds mijn 7e ongeveer voor de OSR. En slalommen is dan natuurlijk net weer iets anders, of niet? Ja, het is iets anders. Je hebt korte ruimte tussen de poortjes en daar moet je zo snel mogelijk omheen. En wie er al snelst omheen gaat, die wint. En hoe zorg je nou dat je skis snel zijn? Je moet ze slijpen, dat is heel handig. Vooral op de borstelbaan. Dit is een borstelbaan en de sneeuw is ook waksen. Het ligt natuurlijk ook hoe snel jij bent. Je kan heel snelle skis hebben, maar als jij niet de goede techniek hebt of de goede kracht kan uitoefenen, dan ben je ook niet heel snel. Zorg dat je bindingen, dit zijn je bindingen, naar je toe staan. Pak je een hoekje. Dan pak je de vel zo beet dat je de, wat je zelf eigenlijk prettig vindt, dat je goed grip hebt. En dan zet je hem erop. En dan haal je hem eigenlijk langzaam zo naar achter. En dan komen, nu zijn ze nog vrij scherp. Komen er ijzer komt er dan ook. En dat zorgt ervoor dat je ze scherp krijgt. Dat doe je een paar keer, dat herhaal je. Om te kijken of je ze goed scherp gekregen hebt, doe je met de andere kant van je hand. Ga er zo langs. En als ze scherp zijn, dan blijf je niet haken. De heer Van Dis, technisch gedelegeerde van de Nederlandse skivereniging, legt uit waarom inskiën een belangrijke functie heeft. Voordat de wedstrijd begint, gaan ze al eerst de slalom verkennen. Dat betekent dat ze gaan kijken hoe dat die staat. Het is heel belangrijk omdat je dan tijdens de wedstrijd kan anticiperen op van hoe die is neergezet. Je hebt dat beter in je handen. Als je naar de sneeuw kijkt bijvoorbeeld, dan zie je ook dat skiers op een gegeven moment mediteren lijkt het wel eens. En dan staan ze eigenlijk de hele slalom na te doen. En dat is, het schijnt dat wat je in je hersen dan nadoet, visualiseren van de slalom, zeg maar. Dat je dat eigenlijk in je zenuwen vastlegt, wordt wel eens gezegd. En daarmee zou je dus de slalom beter kunnen uitskiën in de wedstrijd zelf. Maud Nagelkerke gaat naar boven om in te skiën voordat ze aan de voor haar beslissende slalom begint. Als we eens even beneden beginnen met je outfit. Wat heb je allemaal aan? Ja, ik heb mijn skischoenen aan. Die kan je in je skis klikken, dat is wel zo handig. En daarvan heb je ook weer maten voor je voor skischoenen. En dan daarboven? Mijn beenkappen, die zijn voor om de stubbies te raken en dat het dan geen zeer doet. Helder. En dan warme kleding zie ik. Ja. Want is het nou koud op zo'n baan? Want je komt natuurlijk best wel hard naar beneden. Ja, als je wacht, dan kan het best koud worden. Maar als je dan naar beneden skiet, dan krijg je het wel weer wat warmer. Want je moet blijven bewegen. Ah, helder. En dan hebben we natuurlijk deze. Ja. De bril. Kan je wel goed zien door zo'n bril als je met zo'n enorme snelheid die baan naar beneden komt? Ja, dat vind ik juist fijn. Want dan komt de wind niet recht in mijn ogen, maar komt die op mijn bril. En dan in je hand, die stokken. Waar heb je die nou voor nodig? Want je kunt toch gewoon met je lichaam bewegen? Die zijn meer voor evenwicht. En dat is wel handig. En als je palen hebt, dan moet je sowieso wat, want je kan ze niet met je handen wegslaan, de palen. En als je ze kwijt bent, weet iedereen dat ze van jou zijn? Ja. Want dat kunnen we heel duidelijk hier zien. Ja. Emma en Fleur Jansen, hoe oud zijn jullie? 13. En hoe lang skiën jullie al? Vanaf ons derde skiën we al ongeveer. Dat is best lang dus. Hey, en jij kwam net als eerste de berg af. Hoe ging het? Het ging wel goed, ja. En weet je wat voor tijd had je? Ik heb geen idee, maar ik hoop wel snel. En weet je hoe snel jij ging? Volgens mij had ik, ze zei 13:24. Nou, dat is best een goede tijd, toch? Ja. Ik heb even gekeken naar de anderen. Er zijn ook mensen die 15 seconden hebben. Dus dan zit je toch al wel 2 seconden boven het gemiddelde. Ja, het ging wel goed. Ging wel goed. En nou moet je er nog 2, hè? Ja, nog 2.
En dan moet je twee tijden en de twee beste tijden die tellen. En dan wie de beste twee tijden hebben, die wordt dan, daar wordt... En is er een kans dat jullie vanmiddag met een beker naar huis gaan? Een beetje. En die kans was inderdaad meer dan aanwezig, want van de deelnemers uit Lansingerland ging uiteindelijk Fleur Jansen met de derde prijs naar huis, met een laagste tijd van 12,71. Burgervader Ewald van Vliet heeft het burgemeestersambt neergelegd en per 1 januari 2014 plaatsgenomen als een van de voorzitters van het college van bestuur van de Lucas Onderwijsgroep. Het afscheid van de wethouders en inwoners van Lansingerland kon natuurlijk niet in stilte voorbij gaan, waarbij lovende woorden werden gesproken. Je was van 17 september 2007 het boegbeeld van de gemeente. Jij gaf altijd achter de présence. 'S Morgens vroeg, 's avonds, in het weekenden. Je was er altijd. Je waakzaamheid, letterlijk dag en nacht. Jouw bevlogen woorden waren, jouw motto, veiligheid voor inwoners gaat voor alles. Je sprak even gemakkelijk met een ondernemer, een bestuurder, een minister of met iemand uit de bijstand of die in de kas werkte. En dat is een gave die ook niet bij iedereen aanwezig is. Van Vliet was sinds 2007 burgemeester van Lansingerland, nadat hij eerst als wethouder bij twee verschillende gemeenten had gewerkt. Nou, zoals u ziet, een enorme rij wachtende op de afscheidsreceptie van burgemeester Van Vliet. Maar we vragen ons af, wat is nou de reden voor u om persoonlijk afscheid te willen nemen van de burgemeester? Nou, ik heb met hem te maken gehad in de regio. In de functie van? Ik ben bestuurder in de deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek. En daar heb ik met Ewald en collega's van hem te maken gehad. Dus ik vond het een mooie gelegenheid om hier even de hand te schudden. Als u nou in drie zinnen Ewald van Vliet moest typeren, wat zou u dan zeggen? Zakelijk, to the point. En een derde nog, hè? Jan-Kees, vul even aan. Het mocht zelfs in drie zinnen. Ja, Jan-Kees, vul even aan. Nou ja, heel betrokken en gewoon een fijne vent om mee om te gaan. Dat laatste is niet onbelangrijk natuurlijk. Ewald was een binder. En een mens. En dat in een politieke wereld is dat wel twee hele belangrijke eigenschappen, denk ik. Dus zonder spelletjes? Hij was gewoon zuiver en puur. Oh, het is een geweldige man. Echt, super. Wat is er zo geweldig aan, Ewald van Vliet? Hij is van alle markten thuis. Heeft overal belangstelling voor. Wij zitten zelf in de ijsclub. Nou, daar is hij ook altijd te vinden. Helemaal leuk. Diverse markante personen wilden Van Vliet persoonlijk de hand schudden om afscheid te nemen van hun burgemeester, die bijna 7 jaar een belangrijke taak voor de 3B-gemeenten heeft vervuld. Als u één hoogtepunt moet noemen uit de afgelopen 7 jaar? Ik denk niet dat het een hoogtepunt is, maar eerder een hele treurige gebeurtenis bij een grote brand in Bergsehoek, waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen. En als je dan ziet hoe de burgemeester daarmee omgaat en de zorg geeft voor de inwoners, maar ook voor de nabestaanden en alles daaromheen, nou, pet je af. Hij heeft ook in het algemeen bestuur, in het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio, continu ook de nadruk gelegd op, ja, wat is de prijs van veiligheid? Hoe belangrijk is dat? En daarvan heeft hij heel duidelijk een standpunt ingenomen. Nee, we gaan niet voor de minste centen, we gaan om veiligheid voor de burger. Dat staat bovenal. Wij zijn van de Stichting Peutersperggroep in Blijswijk. En we hebben vele jaren genoten van regelmatig de aanwezigheid van burgemeester Van Vliet. En ik vind toch dat als je op een gegeven moment op zo'n bijeenkomst als vandaag ziet, dan wordt er veel gepraat over ondernemers, over brandweer, allemaal zaken waar volwassenen mee te maken hebben. Maar wat eigenlijk vergeten wordt, dat is de toekomst van Lansingerland. En die begint bij, eigenlijk bij de baby's, maar ik zeg nu dan even in mijn straatje de peuters. En omdat de burgemeester Van Vliet regelmatig bij ons in de Peuterhoek op bezoek is geweest, hebben wij de kinderen gevraagd of ze iets leuks van willen maken. En dat is dit geworden. Een ambtsketting die ik hoop hem direct nog om te kunnen hangen met het opschrift Dag Burgemeesters. De peuters en de leidsters van de Peuterhoek 2013 zullen u missen. Van Vliet had aangegeven een sobere afscheidsreceptie te willen, met daarbij de wens dat eventuele geldgiften gedoneerd zouden worden aan Hospice Lansingerland. Weet je wat een foto?
Het lijkt alsof dat je meerdere jaren al bij de carnavalvereniging meeloopt. Maar ja, dat is eigenlijk ook zo. Net als vele anderen had carnavalsvereniging de Rotte Otters een persoonlijk cadeau voor Van Vliet. En de persoonlijke cadeaus, die gingen natuurlijk mee naar huis. Ik ben Iris de Schepper en ik ben een zangeres. Ik ben al begonnen sinds mijn 10e, denk ik. Toen ben ik op Jeugdtheater Hofplein gegaan. En daar ontdekte ik wel dat ik aardig kon zingen. Maar ik vond het altijd nog heel erg eng. En toen ging ik meedoen met talentenjachten. Ik heb musical gedaan. En deed eigenlijk van alles. En toen op een gegeven moment heb ik meegedaan met The Voice. En toen ben ik de Blind Audition niet doorgekomen, helaas. Maar het was wel een hele leuke ervaring. En toen ben ik eigenlijk benaderd door The Next Pop Talent. En daar ben ik tot de liveshows gekomen. En toen ben ik weer benaderd door een management. En toen heb ik een single opgenomen. Dus waarom? Dus waarom? Kus je me niet, zeg me waarom? Als je dichter bij me komt, voeg je hart richting mijn mond. Ik ben niet zo hard te get, dus baby, kom. Ik treed nu wel wekelijks op. En vooral nog wel in Berkel, Bergshoek, Blijswijk. En ook wel in Leidschendam ben ik geweest en Rotterdam. Dus wel verschillende plaatsjes. Ik treed natuurlijk op voor kinderen, Just Iris en dan met de Cupsong. En ik treed gewoon op als mezelf. Ja, ik vind niet dat er heel veel verschil is. Maar bijvoorbeeld als ik voor kinderen optreed, doe ik toch wat meer felle kleuren aan. Of dan, ja, dan ga ik niet de I'm So Excited zingen. Maar hier doe ik dat wel. Dan pas ik natuurlijk gewoon de liedjes aan. En ja, voor de rest, ik ben sowieso best wel spontaan en druk en dat merk je misschien ook wel. En ik denk dat kinderen dat heel erg leuk vinden. Dus dat past wel goed bij elkaar. En ik denk dat ik wel gewoon dezelfde persoon ben. Ik zit nu bij hetzelfde management als Glennis Grace en zij is natuurlijk wel echt gewoon, ja, een topartiest. Zij, ja, ziet er goed uit, ze kan goed zingen, ze is gewoon eigenlijk, ja, wel mijn voorbeeld. The Next Pop Talent heeft, ja, heeft wel veel opgeleverd. Ik denk dat ik daardoor wel veel meer zelfvertrouwen heb gekregen. Ik had soms wel eens dat ik dan werd gevraagd voor een optreden en dat ik dacht, oh nee, dat wil ik helemaal niet. Weet je, dat vind ik eng en zo. En nu heb ik zoiets van, ja, maar ja, ja, ik weet onder andere natuurlijk wel dat ik wel aardig kan zingen. En ja, dat heeft mij toch wel, door Next Pop Talent heb ik dat toch wel ingezien. Nou, ik ben nog wel een beetje verlegen. Ook als ik net moet optreden, dan is het, ik moet even inkomen. Maar als ik er dan eenmaal sta, dan, ja, dan is het toch wel echt heel leuk. Het is wel echt wat ik wil. Let's get it started. Zo rond de diverse kerstborrels van 2013 werd door Welzijn Lansingerland voor de vijfde keer het zogenaamde welzijnsontbijt georganiseerd. Personen uit de politiek, bedrijfsleven, medewerkers uit de zorg en vele anderen waren hiervoor uitgenodigd. Er werd uiteraard uitgebreid gesmikkeld en gesmuld, maar het welzijnsontbijt heeft ook een duidelijke functie. Het doel van dit ontbijt is om onder andere meer samenwerking te bewerkstelligen met de diverse instellingen en stichtingen die in Lansingerland actief zijn en om efficiënter met budgets te kunnen werken. Netwerken is van groot belang, volgens Hanneke Vliet Vlieland. Om de daad bij het woord te voegen, werden Knottenwol de zaal ingegooid om ter plekke zelf een netwerk op te zetten. Voor mij houdt het in dat de welzijn Lansingerland, die toch op vele vlakken actief is, zichzelf presenteert aan haar eigen netwerk. Even de stand van zaken doorneemt, waar staan we, waar zijn we mee bezig. Ik vind het een prettig moment om even met elkaar dingen te delen.
Het is zo dat wij in 2015 verantwoordelijk worden voor een groot deel van AWBZ-begeleiding, zeg maar de dagbesteding. Daar heeft Welzijn en Landse Land een rol in. En daarnaast hebben wij in gemeente Landse Land ook besloten, omdat wij in Nederland met minder geld meer dingen moeten gaan doen, om ons te focussen op de kwetsbare mensen in de samenleving en minder om de zelfredzame. En dat we met zelfs een Landse Land die een subsidiepartner van ons is, dat we daar een slag in gemaakt hebben om ons echt te richten op kwetsbaren, waar Welzijn Landse Land een hele fijne partner voor is. Maken kant-en-klaar maaltijden die wij thuis bezorgen bij ouderen die daar behoefte aan hebben. Ik moet me daar iets bij voorstellen als tafeltje-dekje. Ja en nee, tafeltje-dekje is meer het bezorgen van een warme maaltijd bij de mensen thuis op een vast tijdstip. Hè, meestal tussen de middag. En dat is dit eigenlijk niet. Dit is eigenlijk een diepvriesmaaltijd die de mensen kunnen klaarmaken wanneer ze dat willen. Ik vond het toch wel weer heel erg leuk, moet ik zeggen. Ja, goede opkomst. De zaal zat helemaal vol. Er is uitgebreid genetwerkt. Mensen uit verschillende hoeken, uit Lansingerland, uit de politiek, uit zorg, uit welzijn, uit bedrijfsleven. Ja, dat vind ik top. Nou, zal ik jullie vertellen? Ik heb van alles bedacht, maar niet hoe jullie hier eruit gaan komen. Volgende maand is er weer een nieuwe aflevering van Lansingerland in Zicht. Wil je deze uitzending nog een keer zien in HD? Ga dan naar ons YouTube-kanaal RTV Lansingerland.